superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik laat je in deze video 11 film- en serietips zien van Netflix met betrekking tot spiritualiteit, waar ik zelf echt superveel uit heb gehaald en die mij hele mooie nieuwe inzichten hebben gegeven in hoe het ook kan of een heel ander perspectief qua kijken naar bepaalde situaties hebben gegeven. En dat gun ik jou natuurlijk ook. Dat is iets waar spiritualiteit voor mij heel erg om draait. Om het op zoek gaan naar lichter leven voor jezelf. Naar een manier van leven die meer bij jou past. Die meer in kern staat met wie jij bent. En die dus aansluit bij jou. Mocht je nou spiritualiteit leuk en interessant vinden, wekelijks maak ik een nieuwe spirituele video speciaal voor jou op mijn YouTube kanaal. Dus klik op dat duimpje omhoog en abonneer je op mijn YouTube kanaal. En dan ga ik jou nu vertellen welke 11 series en tips, films ik voor jou heb. Op nummer 1 staat toch wel een van mijn all-time favoriete films en dat is The Secret. Ik weet niet of je hem kent of je hem al gezien hebt. Ik heb als allereerste film gezien en daarna ben ik het boek tegengekomen en heb ik ook het boek aangeschaft. Dit is het boek en de film ziet er eigenlijk hetzelfde uit als je hem opzoekt op Netflix. Het heeft ook dezelfde cover. En The Secret gaat over de Law of Attraction. Dat is iets wat je steeds meer hoort in je dagelijks leven, wellicht van andere mensen om je heen. Met name wanneer je meer spirituele mensen volgt of in je omgeving hebt, dan zul je daar misschien bekend mee zijn. The Law of Attraction gaat natuurlijk over de wet van aantrekking. En in het kort, het gaat erover dat wat jij wil aantrekken, dat je dat ook kunt aantrekken, mits je daar dus jouw mindset op aanpast. Ook hierin weer geldt natuurlijk, jouw gedachten creëren jouw gevoel en jouw gevoel creëert jouw gedrag. Dus uiteindelijk is het zo dat wanneer jij je gedachten gaat aanpassen, dat dat dus een gigantisch groot effect heeft op jouw realiteit. Wellicht ervaar je momenteel veel angsten in je leven en dat waarschijnlijk heeft dat dus alles te maken met dat je heel erg angstig denkt en dat je heel erg bezig bent met die angsten. Jouw brein, dus wat je denkt, is daar heel erg op gefocust en mee bezig. Kan bewust zijn, maar kan ook onbewust zijn. En door dat dus te veranderen, ga je ook een hele andere realiteit voor jezelf creëren. Nou zie je vaak dat de Law of Attraction heel erg gepaard gaat met geld en alles maar kunnen en willen krijgen. Daar hoort natuurlijk een bepaald gevoel bij. En als jij het gevoel hebt dat jij het niet waard bent, of dat jij het geld niet waard bent, of dat jij het geluk niet waard bent, nou, dan zul je dat ook nooit in je leven gaan creëren en gaan krijgen. Dus het is super belangrijk dat jij die mindset gaat ontwikkelen. Dat je je mindset gaat aanpassen om ervoor te zorgen dat jij het jezelf wel waard gaat vinden om dat allemaal op je pad te laten komen. Nou, dat is in het kort waar The Secret over gaat. Ik zou zeggen, ga sowieso de boeken lezen. Die zijn echt super. Ik heb ook het nieuwe boek weer. En dat is ook echt een eye-opener en echt een aanrader. Het nieuwe boek heet The Greatest Secret. En nou ja, echt, ik ben op de helft. Ik vind het weer echt een fantastisch boek met zoveel mooie inzichten. Het is wel diepgaand. Kijk dus misschien eerst de film, zodat je een beetje feeling krijgt met wat The Secret nou is, Law of Attraction nou is. Anders dan kun je het al snel heel wappie-wappie gaan vinden. En wanneer je er echt gaat in verdiepen, zul je merken, het is helemaal niet wappie-wappie. Het is echt gewoon behoorlijk concreet eigenlijk en praktisch. En ga er maar eens mee aan de slag. Dan zul je echt merken dat het je leven verandert. Dan nummer 2, dat is ook een film en deze film heet The Last Shaman. En dit is zo'n prachtige film op Netflix. Deze film gaat over een jongen, ik geloof uit Engeland, en die heeft van alles al geprobeerd in zijn leven. Is heel erg depressief, heeft heel veel psychologen, psychotherapeuten, psychiaters al gehad. Van allerlei, ook alternatieve vormen geloof ik, van genezing geprobeerd en niets hielp hem. Totdat hij ergens, ik geloof iets las of iets tegenkwam over shamanisme.
En dus is die, heeft hij daar een documentaire over gemaakt dat hij naar een sjamaan gaat in, ik geloof, Peru of in ergens daar in een Zuid-Amerikaans land waar shamanen veel groter zijn en veel meer die cultuur daar is, zeg maar, dan hier. Daar is hij naar een shamaan gegaan en heeft daar onder andere ayahuasca, geloof ik, gedaan. Ik moet altijd even goed nadenken, want ik heb zoveel van die films en series gezien dat ik ze soms door elkaar haal. Maar, en dat heeft hem echt geholpen. Hij is niet, aan het eind van de film is hij niet van zijn depressie af. Maar hij gaat er wel op een hele andere manier mee om. En hij heeft een hele andere kijk ook op het leven gekregen. Waardoor hij echt wel lichter is gaan leven. En waardoor hij dingen niet meer zo zwaar ervaart. En ik vond het echt een prachtige film. Echt een hele mooie reis die je heel veel inzichten geeft. Als nummer 3 heb ik My Octopus Teacher. En nou, die film echt, in het begin dacht ik, een octopus. Wat moet ik hier nou weer bij voorstellen? Ik hoorde al van veel mensen lovende kritieken dat die echt goed zou zijn. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik was eraan toe om hem te zien. Ik voelde gewoon helemaal dat ik hem wilde zien. Dus toen ben ik hem gaan kijken. En die film gaat er dus over dat een man iedere keer naar een plekje bij zijn huis gaat aan zee. En op een gegeven moment komt hij daar een octopus tegen. En die octopus is nogal nieuwsgierig en volgt hem een beetje. En dan wil hij hem geloof ik gaan opzoeken en dan is hij ineens weg. Nou, zo heeft hij daar een hele film omheen gebouwd. Waarin je dus ziet dat hij echt een band met die octopus gaat opbouwen. En dat octopussen echt super slimme dieren eigenlijk zijn. En ja, het geeft je zo'n nieuwe kijk op A, überhaupt octopussen. En B, gewoon op de band die een mens met een dier kan opbouwen. En dat die zo hecht kan zijn. En het is veel meer dan gewoon mens-dier. En je ziet echt dat hij op het niveau van de octopus gaat leven en gaat denken. En echt prachtig. Echt een aanrader. Dan op plek nummer 4 heb ik Tony Robbins staan met I'm Not Your Guru, heet die. Ja, dat is ook een film, een documentaire film. Super goede documentaire film als je het aan mij vraagt. Het gaat over Tony Robbins. Ken je hem nog niet? Nou, google hem sowieso, want het is echt een fantastische man die zichzelf helemaal aan de top heeft weten te krijgen, om het zo maar te zeggen. Of aan de top, ja, wanneer ben je aan de top? Maar in ieder geval, hij heeft zichzelf een heel ander leven weten te creëren. Hij kwam uit een gezin uit een moeilijk gezin, heeft een moeilijke jeugd gehad. En hij heeft zichzelf dus helemaal allemaal dingen aangeleerd. Heeft cursussen gedaan, geloof ik ook. En heeft heel veel andere coaches ook gehad. En nu is hij bezig met andere mensen weer te coachen. En dat op het NLP-niveau. Hij is een van de grootste, al dan niet de grootste NLP-practitioner... die er is, geloof ik. En NLP heeft alles te maken met het programmeren van jouw brein. En alleen dat al is super interessant om je daar eens in te gaan verdiepen. Ik heb een boek, ik heb hem nu niet bij de hand. Nee, NLP voor Dummies. Ga dat boek eens lezen. Echt mind-blowing. Ik zweer het je. Wil jij je leven veranderen? Ben je toe aan verandering? Ben je er klaar voor? Of ben je super nieuwsgierig in hoe ons brein werkt? Hoe je dingen kunt veranderen, hoe je herinneringen kunt veranderen, hoe je herinneringen van een nare herinnering naar een leuke herinnering kunt maken en nog veel meer, ga dat boek lezen. Echt waar, het is echt mind-blowing. Ons brein is echt net een computer en dat kun je dus alles leren. En dat is echt super inspirerend. Maar goed, even terug naar de docufilm van Tony Robbins. Daarin laat hij dus ook stukken zien hoe hij dit uitvoert bij andere mensen in de zaal. En het is echt heel mooi werk wat hij doet. En hij krijgt echt super grote switches in, super grote shiften in verandering gezet. En het is echt bizar. Echt bizar. Echt het kijken waard. Dan op plek nummer 5 heb ik Brené Brown met The Call to Courage. En wellicht ken je Brené Brown, is ook een soort guru.
Zij is bekend van het boek, hoe heet het boek ook alweer, iets met kwetsbaarheid. De kracht van kwetsbaarheid heet haar boek. Dat is een van haar boeken die super bekend is. En waar het er dus over gaat dat juist de kracht heel erg zit in je kwetsbaar op durven en kunnen stellen. En dat je daar heel erg veel uit kunt halen, heel erg veel van kunt leren. En ook in haar docufilm gaat het dus weer heel erg over de call to courage. En de moed die je ergens voor nodig hebt om iets voor elkaar te krijgen. Kijk, je zit nou bijvoorbeeld in een bepaalde situatie en daarin wil je uit. Maar wat je daarvoor nodig hebt is moed om eruit te durven stappen. Anders gebeurt er niks. Als jij maar daarin blijft en hoopt dat er iets verandert. Nou, dan kun je hopen totdat je een ons weegt. Gaat niet gebeuren. Je hebt echt de moed nodig om daaruit te stappen. Uit die situatie te stappen. En daar gaat het dus heel erg over in haar docufilm. Over de courage, de moed die nodig is in het leven om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Of om gewoon voor verandering te zorgen in je leven. Daarna heb ik een serie en dat is de serie The Goop Lab met Gwyneth Paltrow. Nee, zei ik niet Gwyneth. Hoe heet ze nou? Gwyneth. Ik weet haar naam even niet meer. Met die actrice in ieder geval. En deze serie gaat erover dat ze met het team van Gwyneth dus op zoek gaan naar... in iedere serie gaan ze eigenlijk iets anders uitproberen met betrekking tot alternatieve geneeskunde. Dus ze gaan de Wim Hof Iceman methodiek doen. Ik geloof dat ze inderdaad iets van ayahuasca of LSD gaan gebruiken in een aflevering. Ze gaan, zo gaan ze van allerlei dingen... af en experimenteren, intermittent fasting geloof ik ook, die een effect hebben, een bepaald effect hebben op jouw systeem, op jouw lichaam. En het is super mooi om te zien hoe dat dus eigenlijk bij iedereen een ander effect heeft en voor andere resultaten zorgt. En ze gaan er gewoon heel open in en laten het allemaal over zich heen komen. Dat is gewoon heel erg mooi, waardoor je een beetje, toch wel een vrij objectief beeld krijgt van hoe het kan zijn en hoe het, wat het eigenlijk doet. Wat de dingen doen, verschillende dingen. Dan tip nummer 7 is The Mind Explained. En deze serie gaat er heel erg over waarin ze dus de mind, je brein, verklaren. Dus hoe werkt ons brein nou? Wat gebeurt er nou in ons brein? En ik vond hem super fascinerend en interessant om te zien. Omdat je brein, we staan er heel vaak niet bij stil wat het nou doet, wat het kan. Het is zo krachtig, jouw brein. En juist in de hedendaagse maatschappij hebben we ons brein echt tot krachtigste onderdeel van onszelf vaak gemaakt. Een klein simpel voorbeeldje, als jouw lichaam moe is, ga je vaak niet rusten en ga je maar door. Dat komt omdat jouw brein zegt dat je moet doorgaan. Dus wij hebben echt ons brein superkrachtig gemaakt en hebben ook zelf helemaal niet vaak meer door hoe krachtig ons brein is. En dat wat je denkt dus ook echt super, super, super krachtig is in de uitwerking van wat jij daarna vervolgens doet. En in The Mind Explained gaan ze daar dus heel erg op in. Wat je brein doet, wat je brein kan... De delen van je brein, wat ze doen. En dat allemaal op een hele mooie, praktische, simpele manier uitgelegd. Dus helemaal niet zo moeilijk als in de moeilijke termen van neocortex, prefrontale cortex, noem het allemaal maar op. Maar meer heel praktisch van oké, dit stukje brein zorgt daarvoor. En uitgelegd ook echt aan de hand van praktische, mooie beelden wat het doet. Tip nummer 8 is weer een film. En dat is de film The Dawn Wall. En ik weet niet of je die hebt gezien. Die is ook best wel redelijk populair op een gegeven moment geweest op Netflix. Gaat over twee mannen die heel erg veel van klimmen houden. En die een van de hogere bergen ergens, ik weet niet exact meer hoor, maar een hele hoge berg gaan beklimmen. En dat gewoon met op handen en voeten en weliswaar zekering dat ze zich vast kunnen maken. Maar wel alles gewoon met handen en voeten. En ze slapen dan ook gewoon aan de kant van die berg. En waarom is deze film nou zo
fascinerend of een must om te zien. Het gaat heel erg over het proces van die meneer, van een van die twee. Want hij kreeg een relatie, zeg maar. En op een gegeven moment is hij met zijn vriendin, die hield namelijk ook heel erg veel van klimmen, is hij naar een ander land gegaan. Daar werden ze ontvoerd en onder geweren ontvoerd, zeg maar. Dus vastgehouden onder dwang met geweren. En daarin hebben ze echt een hele traumatische gebeurtenis gehad. Toen is hij weer terug uiteindelijk ontsnapt en weer teruggekomen. En wat ging het uit met zijn vriendin? Ja, ik zal trouwens niet alles vertellen. Stikken met een spoiler alert dit. Oké. Hij gaat uiteindelijk op zoek, want hij wil heel erg graag een berg beklimmen. En hij loopt dus tegen allerlei problemen aan. Er komen allemaal dingen op zijn pad, waardoor het alleen maar moeilijker en uitdagender voor hem wordt om dat voor elkaar te krijgen. En het is heel mooi om te zien hoe hij zich daardoor heen slaat. En met name de mindset die hij heeft en creëert, ook op het einde met betrekking tot een andere jongen met wie hij dat experiment dus gaat doen. Dat vond ik heel erg mooi. Het inzicht dat je mensen niet zomaar laat zitten en laat zakken. Als je de film weet of hebt gezien, dan weet je waar ik het over heb. En ik vind het echt een aanradertje ook weer. Op 9 staat Connected. Dit is ook weer een serie en deze gaat erover hoe eigenlijk alles met elkaar geconnect is. En op zo'n bizarre manier dat het echt weer tot superveel mooie inzichten leidt. Zo is het Sahara-zand, geloof ik, geconnect met de Amazone, omdat het weer de zee in waait of het waait ergens. Het komt in de lucht op een gegeven moment en dan zorgt het weer voor voedingsstof voor het Amazonegebied. En nou echt, je moet hem echt gaan kijken. Het heeft echt mijn brein echt versteld doen staan. Ik vond het echt super fascinerend. En niet alleen zozeer op natuurlijk gebied, maar ook connected qua hoe wij mensen met elkaar geconnect zijn en hoe energie in het algemeen werkt en hoe dingen tot elkaar zich tot elkaar verhouden. Het is echt super gave serie. Echt ook een van de betere series. Op 10 nog een redelijk nieuwe en dat is ook weer een serie, Surviving That. En die gaat erover over mensen die dood zijn gegaan en weer tot leven zijn gekomen. En niet alleen daarover, het gaat eigenlijk over alles rondom doodgaan en leven. En met name over, is er hiernamaals, is er bestaan er geesten? En daarin laten ze dus ook inderdaad afleveringen zien waarin je kunt zien hoe die mensen dus proberen te communiceren met hun overledenen. Je ziet verhalen van mensen die dus zijn overleden, een paar minuten dood zijn geweest. Die dus ergens zijn geweest, op een plek geweest wat niet meer hier zou zijn, of in ieder geval buiten hun lichaam. En konden dus ook vertellen wat er op het moment dat hun dood waren gebeurde om hun heen. En wat bepaalde mensen dus zeiden toen ze dood waren. En echt super fascinerend en interessant. Ook weer een serie dus met verschillende afleveringen. Duren ook niet zo heel erg lang, maar wel super fascinerend om te zien. En om verschillende verhalen van mensen met name te horen over hun ervaringen. En last but not least heb ik nog een serie. En dat is een vrij korte serie. En die heet Unwell. En Unwell gaat over de wellnessindustrie. Daarin gaan mensen dus diverse dingen uitproberen. Dus in de eerste aflevering gaan ze essentiële olie uitproberen. Daarna tantrische seks. Daarna gaat het over breast milk en de voordelen borstvoeding. En dat daar dus blijkbaar een hele industrie in is. Nou, echt mindblowing weer. Of in ieder geval, ik wist het allemaal niet. Super interessant en leuk om te weten. Ayahuasca komt weer aan bod. Fasting komt weer aan bod. Ik vind dat soort dingen altijd super leuk en interessant om te zien. En met name om de ervaring die andere mensen heeft geboden. En wat het effect is en wat het met je doet of kan doen. En super interessant. Dus ook Unwell is weer een tipje van mij voor jou.
En dat waren ze, alle 11 de films en series die ik je echt zou aanraden om te kijken op Netflix. Maak er lekker tijd voor, want anders dan komt de tijd er niet van. Ga lekker ontspannen en kijk die series of films en echt, je zult versteld staan. Dat sowieso. Ik hoop dat je het weer een leuke video vond. Ik wil je bedanken voor het kijken. Mocht je nog videotips hebben over spiritualiteit of mindset, iets anders, laat me weten in de comments. En dan zie ik je natuurlijk heel graag weer volgende week terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Doeg!